Hoi, vandaag is het internationale of nationale buitenspeeldag. Dus let op vanmiddag als je door de straat rijdt. Het kan zijn dat de straten zijn afgesloten vanwege de nationale buitenspeeldag. Laten we eens wat tekeningen maken die daarbij passen bij dat buitenspelen. Doe je mee? Ja, nou, vroeger met buitenspelen had je natuurlijk ik weet niet of je zo gelijk ziet wat het is, maar nu misschien wel. Stelte had je vroeger. Moest je dan, kon je dan op gaan, je pakte een stok vast, die ging erop staan en dan kon je op stelte lopen, zeg maar. Ja, dan heb je er natuurlijk twee van nodig. Anders kan je geen stelt lopen. Zo, ja, je kon vroeger ook, als je dan wel, vaak wel zag bij die buitenspeeldagen, dan kon je kegelen. Ja, hoe teken je nou een kegel? Dat is ook nog. Nou goed, kegelen, hè, dan zo'n groepje kegels. Dus net zo'n soort bowlen is het eigenlijk, maar dan een gewone bal. En dan kijken wie als eerste of de meeste kegels om kan kegelen, zeg maar. En de bal natuurlijk. Onderweg naar de kegels. Ik kan die nog zo natuurlijk wat donkerder maken. Goed, kegelen. Nou ja, je kan natuurlijk allerlei spelletjes met een bal doen. En dan gaan we weer even een poging doen een voetbal te tekenen. En echt, mensen, dat is niet mijn sterkste kant. Ik zeg het maar gelijk even. Voetbal is en blijft een apart ding bij mij. Dat wil niet altijd even goed lukken. Maar goed. Een voetbal. Ja, een voetbal. Kan in het gras natuurlijk, maar in dit geval is het straatspeeldag, dus hij ligt op straat. Bij ons zijn er dan ook nog springkussens in de straat, maar om hier nou heel springkussen te gaan tekenen vind ik ook een beetje overdreven. Touwtjes springen zou ook nog kunnen, hè? Even kijken wat ik moet laten hoor, zo. Oké, zo. Zo, touwtje springen. Ja, hinkelen kan natuurlijk ook nog. Hoe gaan we dat uitbeelden? Ja, het is eigenlijk gewoon zo op straat, hè. Ja, zo'n hinkelparcours. Goed. Nou goed, een hinkelparcours. Ja. Wat heb je nog meer bij straatspeeldag? Nou, natuurlijk altijd ook nog een tafel met ranja en weet ik veel wat allemaal, hè, voor de kinderen. Meestal, nou, ik weet niet of daar rietjes bij zitten. Nee, meestal is dat dan een grote kan limonade zo. Beetje prik misschien erin zo. En bekertjes en er is vast ook wel iets van snoep te verkrijgen. Het is in ieder geval voor de kinderen. Dus
Dat kan met limonade, wat snoep. Misschien is er ook nog wel een suikerspin of een popcornmachine. Nou, in ieder geval, bij ons is het altijd erg gezellig met de buitenspeeldag. En mocht je nou vanmiddag niks te doen hebben, ga gezellig naar de buitenspeeldag. En als je nog wel wilt tekenen, verzin zelf nog wat dingen voor de buitenspeeldag en teken ze uit. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!